Yo, welkom in een nieuwe vlog. Tijdje niet gefilmd. Maar ik vond gewoon echt elke dag hetzelfde. En ik was me super volledig aan het focussen op de kinderen. Maar we're back. We hebben dan... We hebben 4 weken dan ongeveer hier gewoond. In de short stay. We gaan morgen echt over. Dus we zijn vandaag verhuisd. Onze spullen zijn allemaal nu in het nieuwe huis. En de tijdelijke spullen die zijn nog wel hier. Ik denk dat Alain en ik nog wel hier vanavond slapen. De kinderen zijn bij mijn zwager. Bij Eddie en Dalida. En ja, zo is alles daar heel mooi geregeld. De vloer is eindelijk af. Er waren heel veel problemen mee. Maar dat is nu helemaal in orde. En trouwens, morgen... Nee... ik dacht even aan iets. Moet even achteraan. Dus ik ben even in de short stay. En dan moet ik even wat spulletjes naar het nieuwe huis brengen. Dus ik neem je zo mee naar het nieuwe huis. Maar misschien ook morgen. Want er zijn nu een beetje veel mensen daar. En dan, ja, dan voel ik mij toch opgelaten om te filmen. Dus dat gaan we nog zien. En dan zit sowieso alleen maar dozen. En het is een rammeltje nog. Rammeltje. Dat was even een update van mij, van jou. Oh ja, nog even ander heel leuk nieuws. Morgen de katjes ophalen. Ik heb ze zo gemist. Ik ben echt een dierengekkie. Ja, dat is echt het hoogtepunt van het jaar. De katjes weer zien. Ik denk dat George zo is geworden. Dat is echt een reus. Een husky is het nu. Oké, doei, dat was het. Doei. Goedenavond, ik ben eerlijk gezegd mijn camera vergeten. Ja, want ik zei nog dat als allerlaatste shot Alain, zei ik van, nou, ik zal het zo laten zien, maar... Sorry, morgen, I totally forgot about it. Morgen katjes halen, dan neem ik hem sowieso mee. Ah, ze gaan nog echt bang zijn en verlegen en zo. Toch, Alain? Ja, toch? Dat zegt Kai altijd, kennen. Toch? Ik weet niet, ja, maar katten zijn aan boord. Ja, maar we gingen nog een colaatje. Ja, nee, maar ik bedoel daarna. Daarna naar bed, ja zeker. Echt moe. Het was echt wel een heavy day. Quite a day. But let's call it a day. We hebben echt een mooi huis. Ik ben echt heel blij. Ik ben heel gelukkig. Hey, lockdown, kom maar. Ja, meer. Meer lockdowns. Hoeft niet meer naar buiten. Forever lockdown. Forever avondklok. Careful what you wish for. Mm. Oké, wat rusten. Wat rusten. Morgen zonder zorgen, het is tijd om Georgie en Davy te halen. Ik ga dat kattenpension zo binnenlopen. Georgie! Waar ben je? Ik heb die jam in mijn hoofd. Welke? Ik kan zo meteen weer voor je draaien. Nee, 1 keer is wel genoeg, papa. Met de auto ervaar je hem echt. Het voelt, we hebben gisteren best wel hard gewerkt. En het voelt nu, ook weer vroeg op, zomertijd, is ook een uurtje eraf gesnoept. Het voelt alsof ik een kater heb. Ja. U wordt een dagje ouder, u kunt minder hebben. Hè? Hallo. Nog meer mensen die de short stay willen. Short stay. Ja, ze is vrolijk hoor. Ze gaat katjes halen. Daarom heb ik 85 breakdowns gehad. Omdat mijn katjes er niet waren. Maar wat ik dus wilde zeggen over die kater... Ik heb zo'n zin in een cheeseburger van de Mac. Hé? Zo'n zin in een cheeseburger. Ja, maar wat wil je dat eerst doen? Misschien niet. Joastee. Zal ik een jas uitvinden waarbij dit niet gebeurt? Dat het een soort van mega make-up afstotend is. Dat is die hondenschopper. Dat is iemand die niks te doen heeft en een domme uitvinding wil. Dom, straattaal dom. Dan wil ik dus wel een jas kopen waarbij dit niet gebeurt. Want make-up zal ik niet laten. Hè? Of make-up dat niet afgeeft. Jacka-proof in plaats van WhatsApp-proof. Ze zijn er weer! Ja! Yeah. Oh, George is boos. Hij heeft ons de rug toegekeerd. Ja, ze wilde eigenlijk niet opgehaald worden uit Smolland. Ze gingen lekker. George was daar running the streets. Hier al deze haren. George wilde niet zomaar mee. Ja, Davy, we gaan lekker naar huis. Naar een nieuw huis. Ja, gaat George? We gaan naar het nieuwe huis. Hoe zouden jullie gaan kijken met George? Ja. Het is spannend in de auto, ik weet het. Jij weet. Jij weet. Ja, dit is baby. Ja. Hebben jullie ons ook wel gemist? Nee hè? Kusjes? Ik ben gewoon meteen stil. Ah, ik hoor. Oké, poesjes. We zijn er, poesjes. Ja, je mag eruit, Dave. George, jij ook. Ga maar, Georgie. Hey. Moet op hun eigen gemak, ja. Kijk, oh, hij loopt laag. Oh. Hey, Davy. Oh, ze zijn nog bang. Is het gat al ontdekt? Nee. Wel any minute now. Ja, nee, hij loopt er langs. Yo, welkom in het nieuwe huis. Het is opgeruimd. Nog niet alle verdiepingen. En het begint steeds meer vorm te krijgen. Ik zit, het is vrijdagmiddag hè, we staan een biertje. En Alain zegt tegen mij, ja, je moet wat meer vloggen, je laat helemaal het proces niet zien. Hij heeft gelijk, maar ik kan dat toch niet of zo? Ik zit erin, ik kan niet een cameraatje erbij hebben of zo. Daar moet ik me overheen zetten. Maar goed, ik ben dus een beetje aan het rommelen in huis, kleren wassen, dozen uitpakken. Ik zal een beetje laten zien hoe het er nu uitziet. Ja, hier kom je binnen. Er is iets met deze la. Hij is meegeverfd in de muur. Dit plankje wil er niet meer op. Hier kan je al stiekem gluren naar de woonkamer. Dit is de gang. Alles is trouwens nog een beetje vies hoor. Want er wordt nog geschilderd binnenkort aan plinten. Misschien wordt er ook nog wat gezaagd en zo. En dan komt er toch weer stof. Dus ik heb die glazen trap nog niet schoongemaakt. Ja, kijk, doe je alsjeblieft niet naar het vuil. Hier is nog geen licht, omdat dat tering hoog is. Hier, kom je daarbij echt. Deze wc wordt nog verbouwd, sowieso. Alles op zijn tijd, hè? Alles op zijn tijd. Dit is de vloer. Die ligt eindelijk hier. Dan heb je hier de berging. Alain die had een actie bij bol.com, dus die heeft heel veel wc-papier ingeslagen. Hier zijn al onze lijstjes nog ingepakt. Ik moet ook nog een plek geven. Alle hart. Hier ligt Dave. Hey Dave. Het gaat heel goed met de katjes. Ze genieten echt van het huis. Rond een uur of 4 komen ze uit de berging. En dan gaan ze helemaal los met rennen over de trappen. En ze hebben ook geen ruzie meer en zo. Het gaat heel erg goed. We komen net uit de hal. Dit is de keukentafel. Dit is helemaal een foutje. Ik had per ongeluk, hoe dat is gegaan, ik ging kijken hoe deze stoel zou zijn met witte poten. En daar heb ik hem toch veranderd in zwart, maar ik heb die niet veranderd. Dus nu hebben ze allemaal witte sokjes. Mijn eigen schuld. Maar dat is al, heb ik al geregeld, er komen zwarte binnenkort. Maar het ziet er nu dus nog een beetje gek uit. De keuken die komt in juni, dus dit is even de oude keuken nog. Dan hebben we mega mooie art hoor, mooi. We hebben het nog verpakt gelaten, want we weten nog niet waar we gaan plaatsen. Omdat er zoveel mogelijkheden zijn. De trap die is meegenomen met de vloer. En die wacht nog op maat gemaakte stripjes, van die beschermstrips. Dus die is nog niet helemaal af. Dan dit wordt staal, dit stuk. En dat loopt dan door tot hier. Die komt eind april geloof ik. En dat geldt ook voor deze trap. Die wordt ook staal met een leuning. Dus even wat veiliger. Raambekleding, dat moet nog. Ik moet nog steeds een keuze maken. Dat doen we via Solano wonen. Dus er is wel al een ingebouwde Luxeflex daarboven. Hoe noem je dat? Jaloezieën. Met afstandsbediening. Maar we hebben nog geen gordijnen. En we hebben al mega grote lampen. Die zijn van hey. Hoe heet dat weer? Herman Miller of zo? Herman Miller lampen? Of is het geen Herman? Maar heel veel. Dan de bank. Er komt nog een andere bank. Dit wordt ook allemaal nog anders, jongens. Hè? We hebben een nieuwe tv ook. Zo'n Samsung frame. Hier komt ook een stalen kast trouwens. Ook op maat. Die gaat er zo in. Dus dan zie je niks meer van deze gekke kabeltjes. Dan ga je naar boven. Dit wordt mijn kantoortje. Alain heeft even tijdelijk een ander bureau voor mij neergezet. Want het bureau is besteld, of de tafel, maar die heeft vertraging opgelopen. Dus dat komt nog. Dus dit ga ik straks eventjes in orde maken. Hier heb je de gordijnen van de jongens. Die moeten ook nog opgehangen worden. Dus dat zeg ik, we zitten in puin nog. Ish. Een pyjama boy. Mijn schatje. Lenny's kamertje moet ook nog even een beetje aangepakt worden, hè? Maar je hebt al wel een mooi bed, Len. Hé. Hé. Oeh, Kai heeft de deur dicht. Hey, Kaitje. Zit je helemaal in de hoek? Heb je pyjama-dag? Lekker. Dan gaan we naar boven, jongens. Naar boven. Kijk je naar beneden. Oeh, griezelig. Hier is mijn washok. Ik ben al druk bezig, hoor. Nieuwe wasmachine van Samsung. Ze zijn zo handig, dat droger en wasmachine. Deze maakt gewoon geen geluid. Je hoort hem niet. The master bedroom. Het is allemaal nog niet af, hè. Kijk, let er niet op. Die lamp mag ook niet blijven van Alain. Terwijl die wel past. Hè? En dan hier, dit is allemaal tijdelijk. Even mijn pop-up store. Het was. Wat een rommel, hè. Maar we wachten totdat we een keer normaal naar de Ikea kunnen. En hier zo'n paksysteem kunnen neerzetten. En dan nog steeds het dakterras. En dit is de badkamer, wat dus nog verbouwd wordt. Eventually. Dus ik heb even tijdelijk... Kijk hoe gezellig dit is. Helemaal zo'n rolletje leuk. Hè? Hoef je niet te boren. En dan is het, heb je wel gewoon een mooie wc-rolhouder. Dus dat. En ja, misschien ben ik dan mega burgerlijk, maar ik kan wel wennen aan dit leventje in Almere. We gingen laatst van school naar hier voor het allereerst. En Kai, zijn haren wapperden. Hij kon vooruit rennen in een soort park. Ik hoefde niet te schreeuwen, pas op! Stop, Kai! Hoefde allemaal niet. Het is zo mooi. Het was gewoon vrij. Dus dat, ik kan wel wennen aan dit. Hè? Jonge mensen, gezellig, maar wel minder prikkels. En voor je het weet, ben je in Amsterdam, hè? Met de aantal gaat het snel. Oké, ik ga even plassen. Ik moet heel nodig, ja? Later. Het eiland. Ik kook eindelijk weer. Met love. Alain bak pizza. Ura pyjama boy. Oh, dit is goed hoor. Oh, zie je. Ja, wel goed. Oh, dat is niet van nu. Oh, hij heeft oogjes. Sneden. Visje. Pepertjes. Eitje. Speldnoedels. Heerlijk. Eilandje. Avondzonnetje. Kinderen. Mannetje. Muziekje. We gaan lekker. Regen, minder. Sugar snaps, panga, ei, speldnoedels, oestersaus, schaduw, blauw licht, chilipepertje. Hoe smaakt het? Is het goed? Ik besef me dat jij al super lang niet zoiets voor me plaag maakt. Nee, ik had geen zin. Want jij dat veel beter kan dan ik. Lach aan de keuken, hè? Blijkbaar wilde ik meer ruimte. Echt heel lekker. Oké dan, ik ga het eten. Veel fijner. Echt? Ja, mijn smaken zijn altijd zo... Ja, ik touch toch. Dat is die Asian touch van je. Liefo soep. Jootjes, ik zit nog helemaal in slaapmodus. Ik ga wel hier. Gewoon badjas toch. En ik ging een beetje opruimen hier en mijn Mackie installeren, want ik moet de beelden sturen naar Ishara. En toen kwam ik deze tegen. Dat had ik even alvast bewaard. Pour toujours van Nars. Meteen opgedaan. Lijkt me echt een mooi kleurtje dit, kijk. Sorry hoor, mag ik je alsjeblieft even onderbreken? Want je moet zien wat voor cat whisperer ik ben. Ja, maar wel wauw dat ik dus al weken niet heb gefilmd. En het moment dat ik film, nee, maar dit zijn dingen... gaat u mij onderbreken. Dit moet gedeeld, dit moet in de kijkers zien. Oh, die Alain die zo verslaafd aan dat vloggen elke keer. Ben je een cat whisperer? Dit is één. Waar is die andere dan? Ze willen gewoon bij mij zijn eigenlijk hoor. Nee, ze zijn bij mij. Oké, ga nu maar weer praten over je lipstick. Laat ook maar hè. Hé, maar dit wordt wel mijn kantoorstoel hoor. Vind je hem niet lijp? Hij is vintage. Hoe heet die website? Vintage zonder klinkers, volgens mij. Dat is een tip hoor. VNTG. VNTG.com. Dat is internationaal. En dan zet je hem op filtering op Nederlands. En dan krijg je toch lijpe designer items. Dus dit is een echte Vitra. Nee, ik zeg het verkeerd. Het is de Panton chair. En Vitra maakt hem nu. Oh, je katje heeft afstand genomen van je. Omdat je te veel in zijn aura kwam. En deze heeft je ook zwaar de rug toegekeerd. En dit is het nieuwe leven, hè? De deur is dicht. Wauw. Wist je dat ik... nee, dat was als jij er was. Dan mocht mijn deur niet dicht. Ja, dat weet ik nog wel. Nee, ik woel als haar vriendinnetje heeft, gaat de deur ook open hoor. Ik word ook zo. Nee man, natuurlijk niet. Nee. Deur open, ik wil alles horen. Let op! Dat vind ik echt niet leuk. 7. Ja, hij gaat nu ook nog even vieze. Nee, maar daarom mag je ook nog niet die grapjes maken. Hij gaat vieze dingen doen. Wat is hè? Je hebt echt een grote jongen. Grijs haar, grijs haar. Echt wel 1. Ja, ik heb meerdere. Ik heb hier ook een paar, maar misschien zijn ze nu weggeschoten. Ja, maar normaal zaten ze hier, maar deze is gewoon lang. Kijk, je moet hem echt zien. Grijs haar is toch mooi? Ja, dan kom je steeds dichter bij mijn vriend Idris. Vrolijk Pasen, by the way. Het is vandaag tweede paasdag. Maar even nog, ik was over dat kleurtje bezig. Het is toch een super mooi kleurtje. Dit wordt mijn nieuwe go-to kleurtje. Ik heb hem gecombineerd met eentje die ik al had. Dat is de Precision Lip Liner. Hier. Hey Georgie! Kom gezellig voorbij! Kom Georgie, kom dan Georgie, kom dan Georgie, kom dan Georgie. Goed zo. Ja, Georgie. Davy, kom dan Davy. Oh, gewoon gedist. Maar wat ik nog meer moet doen vandaag, als ik eens een keer die beelden heb verstuurd. Kijken, wie transfer. Hé, de bel. Is dat een pakketje? Ja, ik ga dat. Mijn kat in de weg ook. Handje omhoog. Wauw. Ja, het is echt zo grappig als de bel hier gaat en je bent boven, dan ben je gewoon niet op tijd. Ik heb ook een nieuw liedje wat ik met je wil delen. Vogelvrij van Big 2. Big 2. Yes. Dat is mijn nieuwe... Het is gewoon mijn nieuwe. Dat is mijn nieuwe vibe. Los van de teugels, bij de vleugels, ik ben vogelvrij. Even geen stress, ik voel me zo fijn. Mijn lipjes. Ziet het? Ja. Terwijl ik verder niks op heb, alleen lippies. Ja, is genoeg. Is genoeg? Is er veel skins gehad? Hier. Maar dat heb ik... Kijk, ik heb gewoon even geen tijd of zo. Voor niks. Maar kijk, dat zit allemaal hierin nog. Ik heb ook een cadeautje van Nars gekregen. Dit is een nieuw merk, Sunday Riley. Daar heb ik een hele set van gekregen. Ik moet dat allemaal nog proberen, jongens. Kijk hier, Good Jeans. Sunday Riley is denk ik de lijn, want het heet Good Jeans. CEO, Sunday Riley. Nee, Sunday Riley is wel het merk. Sunday Riley, Jamie Lee. Leuk, ja, dat is mijn naam. Ik moet gewoon even gezetteld zijn. Ik ben dat nog niet. Wat ging ik nou doen? Iets doen. Oh ja. Wat ik vandaag ook moet doen, is douchen sowieso. Maar ik weet niet, misschien doe ik dat pas later. Hé, waar ben je Alain? Ga je niet dit uitpakken nog? Nee. Zometeen. Nou, ligt even de hulp naar me te kijken. Ja, vandaag moet ik dus voor Jotex content maken. En dat is best wel heftig, want ik heb 1 beker laten vallen vandaag. Dus die is stuk. Het zijn dus deze bekers. Die vind ik echt prachtig, hè? Je kan me uitlachen, als je wil. Mag. Omdat het zo'n mega oor is. Maar ik vind dat leuk. Kijk, je kan er doorheen. Met 3 vingers. 4, nee 3. Nou, ik vind dit een prachtig kleurenpalet. Je krijgt er dus 4 in een bakkie. Zo, dit. En dat past fantastisch bij de rest, vind ik. Voor de rest ben ik helemaal losgegaan bij Sissy Boy. Dus dit noem ik de Niels bekers. Want Niels is onze schilder. En het lijkt alsof een schilder gewoon even lekker het kwast heeft gewapperd. Ik ben dus helemaal gestoord met het aardse thema. Dus alles is earthy. Earthquaking. Dat zijn kleine bakkies. Altijd handig. Kijk hier. Gisteren kaneelsuiker gemaakt. Heb ik een bakkie voor. En daar ging ik dus helemaal goed op. Deze heb ik ook erbij. Ontbijtbordjes. En dan dus dit is het setje. Maar dat ging helemaal verder. Ook met die. Deze schaal. Ik heb er 2 van. En je dacht dat dat was. Maar dat was het niet. Kan je heerlijk een wokkie uitchappen. Zo. En deze ook. Kun je mooi kaars opleggen. Of hapjes, hè? Tapenades. Kijk, je kan gewoon, als je dat leuk vindt, dan doe je dan tapenades gewoon bij de markt. Op de markt gekocht, op de Almeerse markt. Nou, dan heb je er misschien, laten we zeggen, 4, 5, 3 passen erop. 3. Nou, kijk, dan serveer je dat zo erin. Met gouden lepeltjes erbij, zo. Goud. Dit is hoe je het even serveert, zo, hè? Zo van, hallo, alsjeblieft. Het is vet zwaar dit. Waarom doe ik dit? Maar over Jotex dus. Deze heb ik ook. Ik meen naar mijn unboxing. Het zijn kandelaars. Unboxing! Ja. Kijk hoe leuk. Krukje, hè? Hoe leuk. Oh. Waarom moet je het spoilen? Sorry. Kijk, Dave is ook aangemeld bij de Zoom meeting. Kijk dan. Kijk hoe leuk. Rustig aan, rustig papa. Eerst filmpjes en dan is de review. Lekker zwaar. Oh, wat is hij mooi. Ja, hè? Wauw. Voor die jongens. Of voor mij. Kijk nou toch. Kleine bugels. Wat een leuk ding. Dit was het weer voor deze week. Volgende week ben ik er gewoon weer. Tot volgende week. Bedankt voor het kijken. Doei! Doei! Nee, geen plunk plunk meer. Déjà vu. Maan? Nee. Geen maan.